Het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen heeft de drinkwaterkwaliteit in het Brokopondo-gebied laten testen. Dat gebeurde op twee verschillende momenten in een particulier laboratorium. Minister David Abiyamofo zei vandaag aan journalisten voor de aanvang van de Raad van Ministers dat de resultaten hebben uitgewezen dat het drinkwater geen sporen heeft van cyanide en dat het gezond is om dagelijks te gebruiken. Alles tot nu toe wijst op geen voorkomen van cyanide, niet in het water van het Stuwmeer, niet bij de intakelocaties en niet in wat uit onze productiestations komt. Ja? En die informatie heb ik nu zwart op wit. We hebben het lab van SWM ingezet, BOG is ingezet, een onafhankelijke private bedrijf, VILAB heet het, een gerenommeerd bedrijf in Suriname, heeft ook de resultaten gepresenteerd. Ik kan die informatie met u delen. Na zeggen van de bewindsman zijn die resultaten voor hem belangrijk, omdat de mensen veilig drinkwater hebben. Het ministerie sloot uit voorzorg het waterstation, omdat andere resultaten nog niet binnen waren. Dat hebben we gedaan. Dat was met name het station van Libidoti. Die resultaten zijn nu binnen en we hebben gelijk weer dat station opengesteld. De mensen hebben veilig drinkwater. Indien wij die garantie niet hebben daartoe, gaan wij niet verder produceren. Dat is de instructie. Trouwens, het hoefde geen instructie vanuit de minister te zijn, want SWM zegt van minister, dat is ook onze werkwijze. Als we de garantie niet hebben, gaan we niet pompen. Dus die garantie kan ik geven. Ik kan die lab, ik ga zo meteen die labresultaten met de pers delen. De analyse van de testen is specifiek gedaan op drinkwater en alleen getest op de aanwezigheid van cyanide. Op andere zaken is er volgens het rapport niet getest. De monsters zijn getrokken te Klaaskreek, Bronsweg en Brokopondo Centrum.